En de creëren. Daar is hij. Flip. Oh, maar deze, ik heb er gewoon precies genoeg. Dit is top, jongens. Dit is top. Hier wil ik uiteindelijk ook doorbreken, jongens. En wil ik hier gewoon verder gaan. Dat ik hier misschien het hok van de dieren maak. Zodat, dat is best leuk. Dat lijkt me oprecht best wel leuk. Hey, hallo en welkom. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag, jongens, zijn wij wedergekeerd in Content Veen. En natuurlijk is het zonnetje aanwezig. Hallo, zonnetje. Ik heb vandaag een leuk plan. En dat is namelijk om Berendina hier eventjes een goede taak te gaan geven. Zodat ik lekker veel emeralds en zo kan krijgen. Verder wil ik denk ik ook Stip en Vlek 2.0. Hey, waarom is hier een blokje? Hallo. Maar ik wil Vlek 2.0 en Stip wil ik ook even samen gaan laten vermenigvuldigen. Vinden jullie lekker, hè? Ja. Yeah. Maar voordat we dat gaan doen, ik weet niet wat Merit er deze keer van maakt, maar abonneer. Dit is abonneren. En like even, we gaan voor 3000 likes. Oké, jij bent een farmer en jij wil wheat voor emeralds, maar dat vind ik een beetje een slechte deal, dus ik denk dat ik eerst nog eventjes bij jou ga kijken. Wat jij gewoon nog... Nu is het hout gelijk stuk. Dat vind ik nou jammer. Wat kan jij nog meer voor deals aan mij geven, Berendina? Potatoes? Ik wil eigenlijk melons of carrots of zo, weet je? Ah! Kijk, Berendina, wat een verrassing. Nou, stap 1. Meer kerst krijgen. Ik heb meer wortels nodig. Heb ik überhaupt wel wortelen? Wortelen? Wortels? Oh my days, jongens. Ik weet oprecht niet eens of ik wortels heb. Ja, ik bedoel, het kan slechter. Ik heb er 5. 5 hele wortels. Laten we een keer even een farmpje gaan maken. Dat heb ik gewoon nog geen één keer gedaan in dit hele Content Veen seizoen. Ik weet niet eens of ik een hoe heb. Hier, ik heb niet... Oh jawel, ik heb een diamond hoe. Waarom heb ik een diamond hoe? Laten we hier gewoon een farm maken. Dit is gewoon perfecte farmland, I guess. Wordt dit stukje ook nog nuttig gebruikt? Nu heb ik hier niks. En wie weet heb ik ooit wel een keer een andere leuke plek voor een farm. Dan moet ik ook een molen er en zo bij maken. Maar voor nu heb ik gewoon wortels nodig, man. Come on. Doe hier nog even een waterstukje. Hier. Waardoor er gewoon genoeg land is. Hoppakee. 1, 2, 3, 4, 5. Gelukkig heb ik genoeg boommeel, jongens. Dit gaan we even... hoe noem je dit? Proces gaan we even versnellen. Hier, hoppakee. En nemen we 2 stack bones mee. Means. Hatsenflats. En dan gaan we eens even kijken. Ja. Ja, jongens, zo maak je toch even wat sneller. En in één keer hebben we zo meteen... Waar zijn mijn wortels? Oh, hier. 18 wortels, hier. Ik bedoel, kijk nou. Het is zo makkelijk om zo snel eten te krijgen. In de proces dan gaan we dit ook even allemaal laten groeien. Voor als je het nog niet door had. Ik heb zo weinig mogelijk. Ik heb bijna geen tijd om deze video op te nemen, jongens. Dus ik ga zoveel mogelijk kleine klusjes doen. Zodat ik alsnog een langere video voor jullie kan hebben. Ik heb letterlijk ongeveer 3 kwartiertjes om dit op te nemen. Een normale Content Veen video. Daar doe ik soms echt wel 4 à 5 uur over om 1 opname te doen. Dus ik ga mijn best doen, jongens. En hatsenflat. Zo hebben wij ineens 2,5 stack carrots. Daar gaat Berendina erg blij mee zijn. En het is nog niet eens zo'n verkeerd plekje voor een farm, al zeg ik het zelf voor dit. Nou, Berendina, kom eens hier, jonge vrouw. Ik heb voor jou 1, 2, 3, 2, 2 deals. Oh, wacht, meer. Ik heb wel meer deals voor je. Oh, ja. Kijk, nu gaat ze level up. Wat heb je voor me? Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Oh, nee, het zijn echt poep deals. Dit zijn echt slechte deals. Oh, ik hoopte op melons of zo. Nee. Maar dat maakt niet uit. Kijk wat voor... Ik wil je nog een keer level up krijgen. Als ik nou hier pies bij jou koop gewoon. Oh mijn god, dit gaat nog best wel snel. Ja, ja. Ze is nog een keer level up. Wat krijg ik van je? Ik krijg... Ja, melons. Nice. Oh, dat is echt top. Want een melon farm kan ik gewoon misschien even een kleine automatische maken. Die consistent update. Oh, en dan heb je gewoon weer echt oneindig veel emeralds. En ik heb nu trouwens ook 48 pumpkin pies. Dat is ook top. Maar goed. Vlek en Stip. Ik kom naar jullie toe. We gaan jullie eventjes een kind geven. Laat nu in de reacties een naam weten voor het kind van Vlek en Stip. Kunnen we ook dan een combinatie doen? Flip of Stack. Ik vind Flip wel een leuke naam. Een soort van een combinatie van Vlek. Wauw, Vlek en Stip. Kom maar hier. Stip en Vlek 2.0. En de creëren. Daar is hij. Flip. Althans, jullie mogen beslissen, maar ik vond Flip wel een leuke naam. Kan Flip je trouwens niet uit ontsnappen? Nee, vast niet. Jongens, ik heb trouwens besloten, laat ik met dit huisje hier, wat ooit mijn, mijn prachtige, mijn base was eigenlijk. Laat ik hiervan gewoon een blacksmith maken. Als het ware dat ik hier al mijn automatische furnaces doe en zo. Want kijk hoeveel ik hier nog in heb liggen. Ben je het mee eens, Dikkie Dik? Hij knikt. Hij knikt, ja. Dit moet. Het is besloten. Het is het fate, zeg maar, fate has decided, jongens. Het gaat me wel vet veel hoppers kosten, besef ik nu. Maar, hè? So be it, I guess. Hoeveel hoppers gaat me dit kosten? Of hoeveel ijzer? Ah, op zich heb ik nog wel wat over. Nou, laten we even kijken. Dieren, ik denk dat het handig is als jullie naar buiten gaan. Oh mijn god, wat doe je daar? Ik wou net zeggen, waar ben jij?
Maar wat doe je daar nou weer? Oh, maar deze. Nou, laat ik maar beginnen op zijn minst. Doet er eventjes aan de kant. Zit een beetje in de weg. Kijk, en dan gaan we het precies in de hoek doen hier. Het past eigenlijk ook gewoon goed. Het is een beetje alsof het gewoon meant to be is dat het hier moet. Kijk, nu is dat hoekje zoals dit. En dan plaatsen we gewoon hier een kist in het hoekje. Hier een kist. Hopper, 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 hopper. Furnace, 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 furnace. Hopper, 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 hopper. Oh, maar deze. Ik heb er gewoon precies genoeg. Dit is top, jongens. Dit is top. Nu is deze hoek van de kamer gewoon goed benut. Wat kunnen we hier dan doen? Nou, we plaatsen hier gewoon nog een kist. Oh, een crafting table is misschien wel handig in deze kamer. Kan altijd voor pas komen. Een crafting table. En eigenlijk dan gewoon gelijk een grindstone. In case dat ik het nodig heb, weet je. Oh, en ik heb ijzer bij me. En er ligt hier steen. Oftewel, ja, we hebben hem. Hoppakee. Nou, jongens, dit is toch gewoon perfect. Ik vind alleen dat de dieren dan wel een ander plekje mogen hebben. Jongens, ik ga een plekje voor jullie maken. Laat ik in dit hoekje gewoon mijn leuke dierenplekje maken. Maar dan wel een beetje overkapt. Laatst sloeg namelijk buiten de opname om de bliksem in op Dikkie Dik. Hij heeft het wel overleefd, maar hij sloeg in op Dikkie Dik. Zo, en dan hier eventjes kijken. Ik wil een soort schuin afkapingje doen. Afkappingje, hoe noem je dat? Het zijn gewoon kapping. Ik weet niet waarom ik caping zei. Een beetje zoals dit. Ziet er wel leuk uit. Gooien we dit randje erop. Zo. Een beetje zoals dit. Dan wil ik de vloer hier een beetje van mos hebben. Zoals dit. Ik weet niet waarom. Dat leek me gewoon oprecht leuk. Hier, kijk een beetje. Heeft op zich wel wat, hè? Zo, en dan doen we tijdelijk even die dieren hier. Deze manier. Dit mag wel gewoon weer gras worden of dirt. Nou, jongens. Kom maar eens mee met z'n allen. 1, 2, 3. Kunnen jullie ook staan? Of zeggen jullie... Nee, jullie willen niet staan, hè? Ik snap hem al. Kijk, en daarom is een pufferfis af en toe zo nice. Daardoor gaan ze gewoon staan. Nou, meekomen. Jij ook, gefaalde dikkie dik. Kom, kom. Goed zo. En dan gaan we allemaal naar buiten. 1, 2. Halt niet. Jullie kunnen... Kijk, daar. Dit is de oorlog van de dikkie diks. Ze willen tegelijk. Deze heeft gewonnen. Kom maar. Nee, jij ook. Toeter. Weet je wat? Ik had die deur wel even weg. Dan kunnen jullie meer allebei er doorheen. Doe nou niet zo dik allebei. Jeumig. Ja, en nu is de lead gebroken. Kom. Ja, nu is het moment. Juist. Kijk, en dan hierheen samen. Hier komen. Eroverheen. Klimmen. Klimmen. Jij ook. Je bent een varken. Dat betekent niet dat je niet kan klimmen. Zo. En dan zit, zit, zit en doe je ding. Oké, ze hebben heel even een leuk plekje. Dan laat het ook nog even een beetje versieren. Plaatsen we wat bloemetjes zo. Of wat plantjes. Wat zijn het? Blaadjes. Hier wil ik uiteindelijk ook doorbreken, jongens. En dan wil ik hier gewoon verder gaan. Dat ik hier misschien het hok van de dieren maak of zo. Dat is best leuk. Dat lijkt me oprecht best wel leuk. Laat daarom even in de reacties weten als je dat wil. Of als je een ander idee in gedacht had. Dat ik het gewoon hier dichtbouw zo. Hoppakee. En dat dan hier genoeg ruimte voor ze is. Hoe leuk is dat? Dat is serieus echt een leuk idee. Maar goed, eerst lekker eventjes wat bloemetjes en blaadjes hier opbouwen. Een leuke flowerpot met daarin een paddenstoel. 1 paddenstoel. En dan even het pad verder maken. Een beetje een niet al te mooi pad, al zeg ik het zelf. Omdat het zo stijl loopt. En dan hier 1, 2 met daarop gewoon puur dit. Zo, dat ziet er leuk uit. Nog even boommielen, want ik blijf het altijd zeggen. Boommielen is heel belangrijk om iets er leuk uit te laten zien. En dan dit gedeelte hier twijfel ik nog steeds over hier rechts. Wat voor leuk iets kan ik nou hier maken? Huh. Oh, ik heb sowieso een leuk idee, jongens. Laat ik nog 1 kraampje maken en die dan daar stoppen. Dat ik nog 1 laatste kraampje heb. Er is altijd ruimte voor nog een villager. Want we hebben nu Berendina en we hebben Berend. En als we die twee nou even een keertje de kans geven om... Je snapt me. Dan hebben we misschien een Berend Junior. Dat zou oprecht leuk zijn. Een Berend Junior. Ja, dat wil ik. En dan maken we nu alvast een huisje voor Berend Junior. Kijk, dan kunnen we aan de slag. En ik dacht, wat nou als ik hier gewoon eventjes nog dit doe. En dan nog dit doe zo. Waardoor het pad hier wat dunner wordt. Maar dat ik wel een beetje een laagje heb waar ik op kan bouwen. En dan ook leuk in dezelfde stijl natuurlijk, hè. Het moet allemaal een beetje in dezelfde stijl zijn, jongens. Zo, slap erop, slap erop. Ster, ster. En dan daartussenin doen we leuk cobblestone. En dan hier ook cobblestone. Kijk, dan heb je even een extra laagje. Oh, wacht. Dat klopt niet. Dan moet hij nog hoger. Ah, wacht eens even, jongens. Zo moet hij dan. Juist. En dan hier die en die. En dan kunnen die weg. En dan kan daar dirt komen. Verdrietig genoeg had ik nog maar 2 dirt op zak. Dus we moeten weer even weer naar boven. Even wat dirt halen. Zo, hoppakee. Ruimte voor een nieuw, hoe noem je dat? Kraampie. Die komt hier en hier. Dan kan je het perfect, kan je het zo het pad daar naartoe laten doorlopen. Heb je een pad naar links hier? Moet hij misschien even net iets breder het pad. Detail moet er nog in komen, jongens. Maak je geen zorgen. En dan hier ook nog. Ja, dit is leuk. Dit is echt een heel leuk plekje voor een kraampje. En we doen hem wederom natuurlijk in dezelfde kleur. Want die kraampjes zijn gewoon het leukste als ze rood met wit zijn. Zo. Dit is gewoon de beste combinatie. En allemaal natuurlijk in dezelfde stijl. Ik heb hem inmiddels al een beetje uit mijn hoofd. Doe mijn best. Dan hier zo'n dingetje op. Dan heb je het vormpie. En zodra ik het niet snap, kan ik altijd gewoon daaraf kijken. Kijk. Had ze flats afgesloten. Dan komt hier natuurlijk ook weer een prachtige sign. Met een nieuw villager plekje ervoor. Of een nieuwe naam. Oh jee. Moet ik opgeletten. Hoe ga ik dat hier doen? Oh man. Dit was mijn allereerste waterplekje. Ik ga je missen.
water. Tot ziens. Nee, het is weg. Kijk, nou, hij heeft op zich best wel wat meer ruimte hoor, deze villager. Hier komt gewoon Berend Junior. Ooit. Berend Junior, jij krijgt zelfs een bloemetje. Oh, dat wil ik eigenlijk ook wel aan de anderen geven. Nu vind ik best wel leuk. Onze machtige Berend zelf, die krijgt een paddenstoel. Hier, Berend. Een paddenstoel voor jou. En Berendina, jij bent een vrouwtje. Wat wil jij? Wat wil je? Je krijgt een boom. Succes met je boom. Nog even een lampje hierin hangen. Want het is natuurlijk een beetje donker, zoals dit. En dan is hij compleet. Dan hier rechts ga ik denk ik gewoon vol laten groeien. Beetje zoals dit. Kan nooit kwaad. Misschien wat bosjes erbij. Zo'n klein boompie, weet je? Zo'n heel klein boompie. Deze, kijk. En dan... Groter is hij niet, weet je, het boompie. Ja, dit is leuk, jongens. Zie je, dit is gewoon, het ziet er goed uit. Hier ben ik tevreden mee. Betekent dat dan dat basically mijn begaande grond hier af is? Of niet? Ja, ik heb altijd nog op de plek waar gras zit ruimte voor meer. En ik weet niet of dit me de farm zo gaat blijven zoals dat die is. Oh, het pad. Laten we gewoon een keertje het pad afmaken. Dat kan echt niet, hoor, dat ik dat pad nog steeds niet heb. Zo'n rommelig pad. Maar voor dat pad heb ik wat meer mossy cobblestone en zo nodig. En mossy cobblestone bricks. Want dat zit eigenlijk vooral in dat pad verwerkt. Oh ja, en hoe noem je dat? Dat vieze coarse dirt. Daar heb ik dirt en gravel voor nodig. Maar heb ik überhaupt wel gravel? Volgens mij heb ik helemaal geen gravel, jongens. Oh, moet ik nou helemaal gravel gaan halen ergens? Oh, daar heb ik... Ja, laat maar, ik heb gravel. Oh, ik schrok al. Hier, hoppakee, dan hebben we weer even genoeg coarse dirt. Had ik nog meer nodig voor het pad? Als ik zo kijk. Ja, coarse dirt, mossy cobblestone, mossy stone bricks, slabs, en that's it, I guess. Ja, that's it. Nou, dan gaan we heel even snel hier zo wat nieuwe mosblokken regelen voor mezelf. Echt zo simpel, joh. Mosblokken regelen is echt het makkelijkste wat er is. Als je eenmaal één mosblokje hebt, kan je gewoon oneindig veel mosblokken hebben. Enig is dat het je ja, omgeving niet echt heel mooi maakt. Maar dit is meer dan genoeg. Trouwens, dat is niet meer dan genoeg. Ik moest ook nog stone bricks hebben. Wat ben ik ook een ei. Nou, weet je, volgens mij toevallig is hier... Ja, hier is wel mos, hè. Ja, dit kan ik wel even scoopen. Even uit de caves. Kijk, zo hebben we ook wel genoeg, toch? Lijkt me. Als ik hier nou allemaal mossy cobblestone van maak... Oh nee, mossy stone bricks, pas op. Zo. Ja, dit is genoeg. 100% dat dit genoeg is. Ook al hak ik meer. Het zat op mijn pad, jongens. Het lag er gewoon zo voor het drapen. Oké, nu heb ik echt genoeg. Oké, daar gaan we. Laten we even wat details toevoegen hier en daar. Dat het pad eindelijk ook een keertje er netjes uitziet. En niet gewoon als het rommeltje dat het altijd is. Of ik bedoel niet het rommeltje. Het moet juist een rommeltje worden. Het is veel te netjes, dat pad. Er zit veel te weinig detail in. Kijk wat een verbetering dit alleen al is, hè. Oh, gewoon puur en alleen dat steen even toevoegen. Maakt zoveel verschil. Nu moeten we dirt er nog tussen doen. 1 en 2, hoppakee. Ja, zoveel beter dit, echt waar. En als je afvraagt waarom ik coarse dirt gebruik en niet gewoon normaal dirt. Het ding met coarse dirt is, het ziet er net iets mooier uit, vind ik, voor een pad. En als je daar gras aansluit, wordt het niet ook langzamerhand gras. Gras neemt natuurlijk alle dirt over, waardoor dat ook gewoon één geheel wordt. Maar dat gebeurt niet met coarse dirt. Dus dat is het mooie eraan. Zo, nou, dan ziet dit pad er ook al wat beter uit. Dan nu even de slabs toevoegen en zo. Dan kunnen we hier ook de mossy en zo aan toevoegen. Want die zijn hier allemaal helemaal niet in die slabs uitgewerkt. Wat zonde is, want dat is zoveel mooier. Nou, dan hier komt hij, hoor. Hoe gaan we dit regelen? Oh, ik moet ook mengen met natuurlijk normale slabs. Zo, I guess. Ja, dit kan. Oh, nee, niet. Hier moet ook nog. Zo. Ja, dit ziet er goed uit. Nou, dat is ook weer geregeld. Niks mis mee. Wat vraag je het aan mij? Zo. Een pad overal naartoe. Ziet er gewoon wat beter uit nu. Dan aanschouw ik nu de, zeg maar, de ruimtetje onder mijn kasteel waar niks zit. Of dat is een heel andere ruimte. Waar we nu staan. Als af. De volgende taak hier is eigenlijk dit nu. Lijkt me dat ik dit ook eventjes een beetje detail geef. En daar op de muur misschien. Dat gewoon even wat gezelliger hier is om te lopen. Het is een beetje saai. Elke keer als je hier nu loopt. Zoals hier misschien een boompje of zo, weet ik veel. Maar dit lucht al een heel hoop op. Dat dit gewoon goed is. Mis ik wel mijn deur hier. Die heb ik zeker niet hier liggen. Nee, die deur ligt binnen. Natuurlijk. Dan plaatsen wij het deurtje erin. Hoppakee. Sluiten we de deur. En dan sluiten we niet alleen de deur. Maar dan sluiten we ook de video af. Sorry dat het een iets minder, ja, de grote video is dan normaal. Er zijn wat kleinere taakjes gedaan. Alsnog heeft de opname echt 3 kwartier geduurd. Dus zo zie je maar. Een normale opname kost me echt uren aan tijd, jongens. Dus ik hoop dat jullie dit ook een beetje kunnen waarderen. Zo niet, het spijt me. Maar dan heb je pech. Kijk ook deze video zeker even. En dan nu spreek je later. Glaasje water, tot 4 flesje bier. Dankjewel voor het kijken. Tot ziens! Moe!